Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koopman op Pad. En je bent veelzijdig, maar ik heb hier een onderwerp wat toch wel leuk aansluit bij een eerdere uitzending van ons, het Wormen Hotel. Want dat is natuur en waar we het nou over gaan hebben, dat is volgens mij ook natuur. Want ik heb hier Mart zitten en Mart is van het Landschapsbeheer Drenthe. Ik denk, laat ik het nou hem goed zingen. Ja, dat ging mooi. Ja. Welkom Mart in Koopman op Pad. Dank u wel. Leg mij eens uit wat dat het Landschapsbeheer Drenthe zo ongeveer. Nou, Landschapsbeheer Drenthe, dat is eigenlijk door de hele provincie heen actief met het begeleiden van vrijwilligers en bewonersgroepen in het groen. En nou ja, dat kan variëren van het vergroenen van een buurt tot actief zijn met nou ja, de kettingzaag in houtwand, singels of poelen schoon. Dat is heel variabel in die zin. Mensen die druk bent aan het inventariseren met berm of bijvoorbeeld IVN met kinderen, met educatie actief zijn. Insectenhotels, insecten, hoe heet dat, observatiemodelletjes voor insecten is voor kinderen heel mooi. Nou ja, eigenlijk heel veel variatie wat dat betreft. En nou ja, daarnaast hebben we nog een projectentak, maar dat, ik zal me nu even focussen op hetgene waar het hier om draait. En dat is het vrijwilligerswerk en het bewonersnetwerk. Ja, hebben jullie veel vrijwilligers? Nou, laten we het eerst neerzetten. In principe bent vrijwilligersgroepen die bent wel zelfstandig actief, maar wij ondersteunen ze. Dus ja, nee, maar dat had ik begrepen. Ook ja, ik zou zeggen, je bent niet onze vrijwilligers, om het zo maar te zeggen. Nee. Het zijn zelfstandige groepen. En wij ondersteunen ze daarbij en wij doen een stukje communicatie met de gemeente en dat soort zaken. En ja, wij hebben wel een mooi netwerk binnen heel de provincie heen, zeg maar. Ik durf niet zo te zeggen hoeveel als er precies bent, maar dat bent er genoeg. Maar nooit genoeg, denk ik. Nee, nou als je het zo wil bekijken, nooit genoeg. Dan nee. Maar, precies, nee. Zo kijk je altijd. Maar dat, wat moet ik mee voorstellen? Er zijn dus allemaal natuurliefhebbers die zeggen van nou, wij willen graag ons steentje bijdragen om te zorgen dat... ik hoorde net bijvoorbeeld iets zeggen over bermen. Nou, dat laat gemeentes vaak liggen. Is dat ook daarom dat mensen zeggen van nou, wij vinden toch belangrijk dat dat er netjes goed en goed uitziet? Of is het meer dat je biodiversiteit hebt, dat je dan weer bepaalde insecten krijgt en dat soort dingen? Ja, nou, dat, eigenlijk meer dat laatste, dat we meer stuurt op diversiteit. En op het moment dat, dat wij in beeld komen, dan proberen we ook juist te verschralen. Want op het moment dat je een berm giet verschralen, dan krijg je ook meer bloei erin, krijg je meer bloemen erin. En dan krijg je dus inderdaad ook meer bijen. En nou ja, daar giet op het moment ook niet zo best mee. Nee, absoluut niet. Dus nou, dat is inderdaad een van de motivaties voor mensen om te zeggen van... nou, hè, dan willen we wat meer bloei erin hebben voor de bijen. Maar sommige mensen die zegt ook van... nou, we hebben last van eigen processierups. En op het moment dat je meer biodiversiteit hebt, dus meer insecten... dan heb je ook insecten die predeerden op die eigen processierups. Ja. Waardoor je in die zin een natuurlijke balans hebt. Ja. En dat is dus ook een van de opties waarom mensen bijvoorbeeld met bermen aan de gang zullen omgaan. Ja, precies. Want we hebben dat eigenlijk zelf kapot gemaakt, hè? Heel veel dingen. Ja, nou, als je het zo neer wil zetten, dan hebben wij wel eens wat gedaan met het beheer wat nou ja, niet altijd even gunstig wat wel strak is voor, was, het, maar niet, voor het beheer. Niet altijd even gunstig is geweest voor het beheer. Nee, nee. Maar nou... kijk, want dat is wel heel belangrijk. We hebben nou een kleine indruk van wat het zo'n beetje inholt. Mm-hmm. Maar ik had begrepen, wij hebben de ene keer is het meer informatief, maar wat ik heel duidelijk in het persbericht ook van jullie las, jullie bent ook naastig op zoek naar extra vrijwilligers, mensen die ook een bijdrage wilt leveren enzovoort enzovoort. Ja, nou, precies. En waar wij nu ook echt specifiek hiervoor zitten, dat is eigenlijk een landschapsbrigade, zoals wij dat noemen. Ja. En een landschapsbrigade, dat is nou, eigenlijk een groep die dus onderhoud pleegt aan houtwalden, houtsingels, een keer poelen schoon, misschien een bosgebiedje wat struikerij afzetten of wat dunning uitvoeren. Nou ja, op die manier is het vrij breed inzetbaar en dat gebeurt deels met handgereedschap en nou ja, in beperkte maten. In principe 2 man per vrijwilligersgroep kunt dan ook met een motorkettingzaag aan de gang. En dat staat jullie allemaal ter beschikking? De motorkettingzaag die moet ze zelf hebben en wij zorgen ervoor dat er cursusbudget is. Dus dan krijgt ze ook een opleiding. Oké. Dus dan
of krijgt zo'n opleiding, moeten ze wel een eigen bijdrage neerleggen van een €150 voor de kettingzaag. En daar zit dan ook de PBM's bij en dat zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen, wat eigenlijk neerkomt op de veiligheidshelm, de handschoenen, de zaagbroek en dat soort zaken. Ja, precies. Machine moeten ze dus wel zelf regelen. Ook de brandstof kan een deel van vergoed worden. Maar dat moeten ze wel dan gewoon bonnetjes aanleveren. En dan kunnen we daar een, mits de pot toereikend is, kunnen we daar ook weer een stuk van laten declareren. En worden jullie gesubsidieerd door overheden? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou, dat is in principe wel een beetje zoals het werkt. Wij worden als het ware ingehuurd door de gemeenten. En de provincie doet daar nog weer wat bij op. Om het vrijwilligerswerk in de gemeenten en de provincie te begeleiden. En dat is dus ook van wat mag je van ons verwachten als je aan de gang zal gaan in zo'n landschapsbrigade. Wij zorgen voor locaties waar we aan de gang kunnen met een brigade. En wij zorgen voor het bleswerk. Wij zorgen voor een flora- en fauna-check. Dus ook dat het gecontroleerd is, wettelijk gezien, zeg maar, dat het veilig is om aan de gang te gaan. Dat er geen beschermde diersoorten verstoord worden. Wij blessen ook van wat eruit mag, dus daar hoeven de mensen ook geen rekening mee te houden. En wij proberen ernaar te streven dat de vrijwilligers er ook wat hout aan overhouden, maar dat is niet altijd het geval. Nee, precies. Maar dat is wel het streven, want dat... Dat motiveert ook nog weer extra. Nou ja, dat is inderdaad een extra motivatie, want net wat ik zeg, het is niet altijd het geval. Dus als mensen het puur daarvoor doen, dan is er wel een intrinsieke motivatie die we wel zoeken. Ja, ja. Want het is dus lang niet altijd het geval dat het wat oplevert. Je moet het echt doen om een steentje bij te dragen aan een betere... Ja, precies. En nou ja, als er wat hout bij vrijkomt dat hun kant op zou komen, dan is dat een extraatje. Ja, precies. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, precies. Precies. Ja, leuk man. En wat kunt mensen die zeggen van nou, we willen toch wat meer informatie hebben over, laat ik het weer hem goed zeggen, landschapbeheer Drenthe. Ja, ik ben altijd geneigd om dat om te draaien. Ja, dat snap ik. Dat is heel stom. Daar ben je lang niet de enige in. Dus dat is zo'n inkoppertje. Ja, precies. Ja. Nee, dat geeft niks. Nou, die mensen die kunnen contact met mij opnemen. En dat is, dat kan via mijn mail. En dat is m.siebering@lbdrenthe.nl. Siebering met een G op het eind? Ja, S-I-E-B-E-R-I-N-G. Ik zal het in beeld laten komen. Dat lijkt me wel heel makkelijk, ja, want dat schijnt nog wel eens een ingewikkelde naam te wezen. En hebben jullie ook nog een website of zo waar het een en ander op staat? Ja, we hebben een website, dat is lbdrenthe.nl. En daar staat ook wel het een en ander op. Verschillende informatiebladen en ook wel instructiewijzen met hoe wij je wat voor... hoe zeg je dat? Met wat voor werkzaamheden, hoe je dat aan moet pakken en dat soort zaken. Maar als mensen interesse hebben, dan kunnen ze mij altijd een mail die doen. En dan ook graag even onder vermelding van dat het dan hiervoor is. Of als ze een ander initiatief hebben in de buurt wat ze ook leuk lijkt, dan mag dat uiteraard ook op de mail gezet worden naar mij toe. En als ze dan een telefoonnummer erbij zetten, dan kan ik even bellen. En dan kan ik even afstemmen van wat is er mogelijk. En Maar jullie zitten vanzelf, want dat suggereert Drenthe natuurlijk door de hele provincie. Ja. Heb je specifieke groepen, dat je hier bijvoorbeeld in Hogeveen specifieke groepen hebt? Dat is inderdaad de reden dat ik hier nu zit, is dat we in de gemeente Hogeveen eigenlijk op zoek zijn naar landschapsbrigades. Dus groepen die echt de handjes uit de mouwen willen steken en aan de gang willen meters maken. Ik had begrepen via het netwerk van de vrijwilligers waar ik contact mee heb dat dit een programma is wat goed bekeken wordt. Dus, dat vinden we ook fijn om te horen. Ja, precies. Dat is ook altijd mooi om te horen. Nou ja, en wij vinden het ook belangrijk. Kijk, we hebben wel vaker dit soort items. We hebben het wel eens over de bijnaad en zo. En ja, als je dan die verhalen toch hoort, dan schrik je wel een beetje. En dan denk je van, kijk, er zijn twee groepen. De ene groep die zegt van, jongens, we moeten nou heel erg snel het roer omgooien, want giet het een en het ander gruwelijk mis. En een andere groep die ontkent dat. Nou ja, ik bedoel, het beste is om naar de mensen te luisteren die er verstand van hebben. Ja, en als je dan bij iemand komt die alle verstand van bijen heeft, en die dan vertelt wat er is en zelfs onderzoek laat doen, van wat is er aan de hand en waarom gaan ons allebei dood. Ja, dan is het niet dat je zegt van we hebben iets af, maar dan is het eigenlijk al te laat, hè?
Ja, nou, precies. Dat zijn ook geluiden die ik inderdaad ook hoor. En wat het lastige daar ook aan is dat je ook wel tegenstrijdige verhalen hoort. En ja. Nou ja, kijk, ik heb wel daar een bepaald idee over. Maar goed, ik doe er zelf geen concreet onderzoek naar. Dus wat kan ik er in die zin echt met hard bewijs over zeggen? Dat is het is ook heel moeilijk, want ik heb toen van die mensen begrepen dat... dat het waarschijnlijk verband hield omdat er in dat gebied, dit ging dan over het gebied Nieuw-Moskou, dat daar ontzettend veel Roundup gebruikt worden. En dat schijnt een hele slechte uitwerking te hebben op, want het is een verboden product, dat mag al helemaal niet meer, maar heel veel mensen hier haalt het uit Duitsland. Het is een product wat niet biologisch afbreekbaar is. Nee. En dat blijft dus in de keten hangen en dat kun je terugzien, ja. Ja. Maar ja, ik weet het niet, ik heb er ook geen verstand van. Maar... Nee, net wat ik zeg, dat is wat ik zelf ook al aangaf. Ja, ik doe die onderzoeken niet, dus wie vertelt mij dat dat daadwerkelijk Roundup geweest is? Is daar bewijs voor? Ja, het kunnen ook aannames zijn. Precies, dat vind ik altijd heel moeilijk aan te geven. En je moet zeker niet met een vingertje gaan wijzen. Want wat eigenlijk gewoon de bedoeling is vanuit ons ook, is gewoon kijken hoe je met elkaar het beste ervan kan maken. Ja. En je moet er toch gezamenlijk mee aan de gang. En dan kun je wel met het vingertje gaan wijzen, maar dan kom je nergens. Nee. Je moet gewoon kijken dat je met elkaar de goede dingen doet. Zoals gemeenten en dergelijke, bent die orde met jullie ingenomen? De gemeenten, daar hebben we in principe door heel de provincie heen afspraken mee met wat wij doen en hoe wij daarin staan. En, maar die bent wel enthousiast? Ja, zeker. Anders zullen ze ons niet inhuren, denk ik. Oké. Je zit ook weer wel in. Was weer een inkomen. Ja, precies. Ik ben weer behoorlijk op dreef vandaag. Nee. Ja, ik vind het heel leuk, dit gesprek. Ik denk ook zeer zinvol. Mensen, als jullie denken van wij willen graag ons steentje bijdragen, neem dan contact op met het e-mailadres wat we nou nogmaals in beeld laten komen. Of gewoon naar de site toe. En laten wij samen een mooi Hogeveen maken. En vooral een breed Hogeveen met veel biodiversiteit. Ja, dat lijkt me ook. En ook als mensen gewoon vragen hebben, kunnen ze ook altijd een mailtje sturen. Nou, Mart, bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ook hartstikke bedankt. En ik hoop dat je heel veel reactie krijgt. Dat hopen wij ook. Mooi zo. Mensen, dit was weer Koopman op pad voor deze week. Mooie!